dat jij kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben hier vandaag niet alleen, maar samen met mijn zusje Roos. En wij gaan vandaag een hele leuke challenge doen. Je ziet er misschien al aan deze gekleurde potjes lijm. Maar wij gaan vandaag de challenge 3 color slime doen. En ik heb er heel erg veel zin in. Vind je deze video nou leuk? Wil je zeker weten, een duimpje omhoog. Vergeet je onder niet te abonneren. En let's get started. We gaan dus vandaag de 3 color slime challenge doen. En dit is in dat we eigenlijk gewoon allebei slijm gaan maken met lensvloeistof en scheerschuim. Alleen gebruiken we vandaag niet één soort lijm of één soort kleur. Nee, we gaan vandaag maar liefst 3 kleuren gebruiken. Oftewel 3 colors. Zoals jullie namelijk zien staan hier allemaal leuke kleurtjes voor ons. Maar de bedoeling is dat wij zometeen om zijn beurt 3 keer een leuk kleurtje uitgrabbelen. En de bedoeling is dus dat je dit allemaal door elkaar mengt. En dan wordt het resultaat natuurlijk heel erg raar. En ja, ik heb er eigenlijk wel gewoon heel erg veel zin in. Ik heb ook heel veel zin in. Het kan natuurlijk best wel een rare combinatie worden, omdat je niet weet welke kleuren je gaat pakken. Maar goed, laten we snel beginnen. Let's get started! We gaan natuurlijk als eerst beginnen met de lijm. En we mogen zo meteen om zijn beurt 1 kleurtje pakken en dat doen we 3 keer. Dus wie van ons mag er beginnen? Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Yes, ik mag beginnen. Dus ik mag als eerste een kleurtje pakken. Oké, ik ga alle flesjes nu door elkaar mengen. Dus ja. Ja, zo. Oké, ik pak deze jongens. Ik hoop dat het mooi is. Yes, ik heb gouden glitters. Yes, 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 daar ben ik blij mee. Nu mag jij. Oké, dan gaat het een beetje verwisselen natuurlijk, hè. Ik hoop echt heel erg op een mooie. Doe maar. Yes! Ik wil roze. Oké. Ik wil deze. Yes, oranje. Ik vind oranje ook leuk. Het is lekker vrolijk en het past ook best wel bij elkaar. Oh. Doe maar. Misschien wordt het wel een beetje zo heel donker. Oh, dat wordt echt niet mooi. Oké, ja, toen. Deze. Ik hoop het zo erg. Oh, dat is wel jammer. Die had je eerst vast. Het is wel jammer, want ik denk dat het heel raar wordt met blauw. Oh, nee. Ja. Ik durf niet. Oké, ja. Je hebt wel gelukt. Geel kan wel. Ja, ik vind het wel een leuke combinatie eigenlijk. We hebben nu onze 3 potjes lijm gekozen. Of ja, gekozen. We moesten wel. Ik heb goud, oranje en blauw. En ik heb groen, roze en geel. Dus laten we dit maar in de bak gaan doen. Oeh, spannend. We gaan nu de lijm in de bak doen. Spannend. Ik begin als eerst met mijn glitter, want dat heb ik pas gepakt. Roze. Dit is zo'n mooie kleur. Oh, dit ook. Moet je zien. Wow, deze is ook heel leuk. En deze is echt heel fijn. Er blijft heel goed in het flesje zitten. Het tweede flesje. Oh, kijk, dit kan nog wel. Maar zo heb ik mijn blauwe die gewoon oh, nee, echt maar ik de groen verpest bij mij echt heel deze, erg. Deze is bij mij ook niet mooi. Gele. Oh, heel lelijk. Ons laatste flesje. Oh, deze blauw gaat bij mij zo ruïneren. Gewoon, ik weet het niet meer. Nee, dit denk ik dat het eigenlijk toch wel meevalt. Misschien op mij wel een beetje met glitters of zo. Een beetje een soort groenig. Want blauw en geel, dat kan maar. Ik weet gewoon niet hoe mij eruit gaat zien. Want ik zie gewoon geen roze bijna meer. Alleen een beetje aan de randjes. De bakken zien er nu zo uit. En ik ben heel erg benieuwd wat er gebeurt als ik het ga mixen. Dus laten we het gaan mixen. Oké, 3, 2, 1. Oh, bij mij gaat die blauwe zo erg overheersen. Bij mij de groene. Ik zie niks meer van mijn roze. We hebben het gemixt en ik heb een soort van ja, zeeblauwe kleur met allemaal glittertjes. En bij mij heeft het een limoenkleurtje geworden. Ik vind dat wel mooi. Ja, ik vind het ook wel een grappig kleurtje. Dan gaan we nu de lensvloeistof voorbij doen, dus ik ben heel benieuwd. Ik ook, maar ik weet nooit zo goed hoeveel ik hiervan moet. Want ik kan niet zo goed slijm maken, want het mislukt altijd. Ik ga gewoon een beetje doen, dan ga ik het proberen. Nou, ik best wel veel. Ik ook. Dan gaan we nu
scheers gaan bijvoegen. En we hebben maar één bus, omdat we dan zo min mogelijk kunnen toevoegen, omdat dan de kleur zo goed mogelijk blijft. Oké, is ook wel een beetje pijnlijk. Okay. Ah. Oh, mag ik nog een beetje? Oh, ik heb heel veel! Let's mix it! Ja, nu voelt het echt als slijm. Ik denk het ook. Ja, maar ik denk dat mijn kleur hier wel leuker wordt. Die wordt mij nu heel licht, maar ik vind het ook mooi. We hebben een beetje scheerschaam bijgevoegd. En mijn is nog super plakkerig, maar hij is wel heel erg zacht. Oh, wow. En hij loopt mijn kleurtje, want het zit echt wit in. Ik vind mijn ook heel cool. Ik vind die ook mooi. Ons slijm is klaar en oh my god, wat is het gaaf geworden. Ik ben heel erg blij met mijn kleur. Ik heb een beetje een lichtblauwe kleur gekregen met of course de glittertjes. En ik heb een hele leuke lichtgroene kleur gekregen. Ik vind heel erg mooi. Maar welke slijm vinden jullie nou het mooiste gelukt? Die van mij? Of die van mij? Jullie kunnen nu hier ergens boven in de poll stemmen wie jullie vinden dat er gewonnen heeft. En mijn slijm of het slijm van Roos. Dus laat het zeker even weten. Dat was het weer in de video en vond je het leuk? Deel zeker even een duimpje omhoog. Vergeet je onder ook niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doei!